plus minus 30 scholieren participeren aan de Agro Science Week van Polytechnic College. TBN Prime Alert was op locatie en sprak met de motor achter deze Agro Science Week, als ook een van de participanten. We voeren nu naar dit verslag. Ik ben Mirella Tijm en ik ben de Dean of the College of Agriculture and Health op het PTC. Wat is het groter doel van de Agro Science Week? Het grote doel van deze week is om jongeren kennis te laten maken bij die agrarische sector. Veelal denken mensen dat wanneer we het hebben over agro, dat we het hebben alleen maar over het planten in de grond. Over die grote landerijen in Saramaca met allemaal groenten. Maar die agrosector is veel meer dan dat. Het is vanaf inderdaad hetgene wat in de grond is, maar ook dieren en vissen. Tot aan het moment dat het op de schappen staat in de winkels of op de boot bijvoorbeeld of in het vliegtuig om geëxporteerd te worden. En wat we dus met deze hele week willen doen is jongeren kennis laten maken met al die verschillende facetten in die agrosector dus. En de participanten, zijn dat PTC studenten of wie zijn dat allemaal? Nee, de jongeren, de mensen die nu meedoen zijn geen jongeren van het PTC. Het zijn jongeren die zich hebben aangemeld met verschillende achtergronden. Ze komen van het NATIN, VWO, HAVO, maar ook MULO-studenten hebben we hier, die dus interesse hebben in die sector. Dus ze moesten zich vooraf registreren? Klopt, ze konden zich vooraf registreren op onze Facebook-page. We hebben ook op verschillende scholen, via de radio, via televisie, hebben we bekendmakingen gedaan. En ze hebben zich aangemeld dus. Hoeveel? We hebben een stuk of 30. Een stuk of 30 deelnemers hebben we op dit moment. Zullen jullie met deze 30 studenten bezig zijn? Klopt, we zijn vandaag begonnen en we zijn bezig met hun tot en met 30 april, volgende week dus. Ja. En welke facetten komen allemaal aan de orde? Vandaag hebben we gekeken naar de positie van Surinaamse producten. Zijn we inderdaad die voedselschuur die we moeten worden? En we hebben dus net een activiteit gedaan waarbij we hebben gekeken naar de positie in verschillende supermarkten hier in de buurt. En de rest van de week komen andere aspecten aan bod, zoals in ieder geval de dieren. We hebben één dier uit het assortiment gehaald en we gaan kijken hoe we die kunnen kweken. We gaan ook kijken naar voedselproductie. Hoe doe je dat op een veilige manier? En we nemen ook het microbiologische en het agronomische nemen we aan bod de komende dagen. Dus vandaag was kennismaken met de sector. Ja. En wat moeten ze leren uit het geheel? Wat die sector eigenlijk dus allemaal inhoudt. Dat het dus niet alleen maar is planten in de grond. Dat het ook is dat je moet nadenken van oké, ik heb een hele hoeveelheid met bijvoorbeeld zeg maar amsoi, verse amsoi. Maar wat kan ik nog meer met die amsoi doen? Kan ik er bijvoorbeeld zure amsoi van maken? Ik noem maar wat. Als ik er aan denk om te exporteren, waar moet ik aan denken? Moet ik aan de verpakking denken? Moet ik aan de labeling denken? Wat zijn de export eisen die er zijn? Dat willen we allemaal meegeven met deze week. En hoe zal het geheel worden afgesloten? Heel feestelijk. Mijn collega's zijn nog de puntjes op de i aan het zetten. Maar we gaan het heel feestelijk afsluiten sowieso. Ja, krijgen ze een certificaat? Ze krijgen zeker een certificaat waarmee ze kunnen aantonen dat ze hieraan hebben meegedaan. Is het de eerste keer dat jullie iets dergelijks organiseren? Niet echt. De Agro Science Week doen we inderdaad voor het eerst nu. En we hopen daar eigenlijk een jaarlijks terugkerend programma van te maken. We hebben 2 jaar geleden ook al een introductiedag gedaan voor de techniek. Maar dat was dan voor kinderen van de lagere school. Dus we proberen wel steeds jongeren, kinderen te betrekken bij die agrarische sector en bij het PTC tegelijkertijd. En komen deze zaken zelf bij de PTC-studenten aan de orde? Ja, het zijn allemaal aspecten die we uit de bestaande programma's hebben gehaald en die we dan hebben vertaald naar deze leeftijdsgroep. Maar het zijn bestaande dingen in onze programma's. Klopt. Zijn jullie ook op zoek naar nieuwe PTC-studenten op deze manier? We hopen dat op het moment dat deze studenten een studiekeuze moeten maken, dat ze kiezen voor het PTC natuurlijk. Dat zou geweldig zijn. Maar wat belangrijk is dat we op een gegeven moment, zoals de wens van de overheid is geweest, een voedselschuur worden voor de regio. Suriname heeft die potentie.
En dat we op deze manier de jongeren bekend willen maken met die sector. Want we merken dat het aantal agrarische studenten steeds minder wordt. Dit is niet alleen in Suriname, maar het is wereldwijd zo. Terwijl agro juist heel belangrijk is. Want we moeten met 7 miljard mensen op de wereld moeten we 3 keer per dag eten. Het eten moet ergens vandaan komen. Dus we moeten voedsel blijven produceren op een veilige manier. En daarom moet er dus, ja, moet die kennis er nog steeds komen en die interesse in die sector moet er komen. En zijn het hele flinke studenten? Ja, ik heb net een groep gehad en ik ben heel tevreden over de attitude, over het enthousiasme. En nou, ik hoop dat we ze een fijne week kunnen bezorgen. Ik ben Yash Dersen, ik ben 16 jaar oud en ik zit op de middelbare school, laatste klas. Ja. Waarom ben je hier? Ik ben hier nou om te komen kijken eigenlijk wat we eigenlijk kunnen doen. Want Suriname heeft veel grondstoffen qua agrarische sector betreft, maar we kunnen eigenlijk niet veel ermee doen. Omdat wij ook de kennis niet hebben die we eigenlijk nodig hebben om verder te gaan met onze agrarische sector. Mm-hmm. En wat heb jij dan geleerd? Tot nu toe zijn we even bezig met het onderzoek, kijken eigenlijk hoe alles in elkaar zit. Wat we eigenlijk met welke grondstoffen kunnen doen in de agrarische sector. Ja. Kan je een voorbeeld aangeven? Kijk, bijvoorbeeld met melk kan er kaas gemaakt worden en yoghurt. Mm-hmm. En wat houdt, jullie onderzoek gaat over melk? Nee, het gaat gewoon over prijzen in de winkel en zo. Kijken we eigenlijk, vergelijken eigenlijk buitenlandse en Surinaamse producten. Mm-hmm. En wat heb je opgemerkt voor wat de prijzen betreffen? Surinaamse producten zijn toch iets duurder dan de buitenlandse. Mm-hmm. En waarom ligt dat? Sorry, de vreemde valuta, hè? Het kan. Ja. Het kan, maar het hoeft niet altijd. Mm-hmm. En dit vind je interessant genoeg? Tot nu toe wel. Mm-hmm. Ja. Ben jij de enige van je school? Ja,